Nog enkele weken tot de carnaval, maar hier weten ze al raad met carnaval. EVV Groene Ster wordt geopend door de plaatselijke carnavalsprinsen. En de heren gaan de spelers allemaal een handje geven en verwelkomen. En wensen hun succes bij deze top derby in het amateurvoetbal in Limburg tussen EVV en Groene Ster. Deze twee laten het publiek al warm draaien en hopen al op een eerste goal te mogen zien. Zij gaan de spelers van EVV voordoen hoe je in principe de doelman van Groene Ster kunt verslaan. En kijk maar eens hier hoe geraffineerd ze dat doen. En dat is toch wel een wereldgoal. Nou zeg hij, dat verspreekt een hele hoop voor de thuisploeg EVV uit Echt. Gefeliciteerd samen. EVV speelt in de eerste helft van rechts naar links, herkenbaar in de blauw-wit gestreepte tenues. Groene Ster komt 35 kilometer hier vandaan en dan praten we dus tussen Echt en Heerlen van een hele mooie streek derby die in de hoogste amateurklasse, de derde klasse, gespeeld wordt. Er is nog één klasse hoger, dat is de tweede klasse, maar deze twee verenigingen komen dus in de voor Limburg hoogste klasse, de derde klasse uit. Groene Ster, de debutant in de derde klasse, wil hier graag stunten. En dan krijgt ze meteen Ulam Kem de bal hier toegespeeld. En die haalt uit en de bal gaat de verkeerde kant van de paal voorbij. De eerste mogelijkheid voor Groene Ster om een doelpunt te scoren. Hier nogmaals de actie, de snelle actie van Groene Ster, die Unai Kem hier op een gegeven moment in positie brengt. Hij weet dan twee verdedigers van EVV op het verkeerde been te zetten en heeft dan de ruimte om uit te halen. En nogmaals, de bal gaat dan links voorbij. Dan aan de andere zijde een hoekschop voor EVV. Ingekopt. Weggekopt en niet goed weggewerkt. En dan in tweede instantie moet de doelman de vuisten onder de bal duwen om die bal uit het 16 meter gebied weg te duwen. En dan wordt die bal weggewerkt door de verdediging van Groene Ster. En is het gevaar voorlopig even geweken. Weer een hoekschop voor EVV. Ingekopt, bovenkant lat. En dan Brian Simon met de doelpunt. 1 tegen 0. Voor EVV na 15 minuten spelen. Gaan we nogmaals kijken naar die goed genomen hoekschop. In eerste instantie wordt er ingekopt. Komt de bal tegen de bovenkant lat. En dan is het Brian Simons die op de goede plaats staat naar de rebound. En die kan de 1-0 aan laten tekenen. En de thuisploeg gaat aan de leiding. Dan vrije trap Groene Ster. 20 meter van de goal. Komt dat schot. En een eklatante redding van de doelman van EVV. Die voorkomt een tegentreffer. Ja, en de doelman gaan we ook eens in het zonnetje zetten voor deze fraaie redding. Die dus de gelijke stand voorkomt. Beide ploegen zijn goed aan elkaar gewaagd. Het is maar een kwestie van wie maakt de meeste goals vandaag. Die gaat als winnaar natuurlijk uit de bus komen. Hier een mooie paas. En dan een mooie kapbeweging. En een schot op goal. Maar die bal gaat een meter naast. Mooie kans voor EVV om eventueel de 2-0 op Bremen te laten aantekenen. Maar nog net niet. Nogmaals die mooie aanval van EVV. Die in principe niet tot 100% rendement leidt. En voorlopig blijft de tussenstand nog steeds 1 tegen 0. In het voordeel van de thuisploeg EVV. Die al enkele jaren in de derde divisie uitkomen. Groene Ster heeft in de eerste helft moeilijkheden om een mooie aanval in te zetten. En EVV staat op scherp en kan counteren en supersnelle counters maken. Kijk eens, hier rennen ze alles voorbij.
en gaan richting het 16 meter gebied. En is daar een mogelijkheid om nou de 2-0 te laten aantekenen. Daar komt een actie, daar komt het schot. En de doelman kan gelukkig redding brengen. Hoekschop VVV. Daar komt de bal. Regene met het hoofd en de 2 tegen 0 voor EVV. Gemakkelijk ingekopt door Regene. Nogmaals, dat doelpunt, de hoekschop. Regene die met het hoofd de bal in de rechterhoek kan plaatsen, onhoudbaar voor de doelman. De tijd is dan te kort voor Groenestein om nog wat terug te doen. Het arbitrale trio heeft de eerste 45 minuten schitterend gefunctioneerd voor beide teams. En de thee is op dit moment voor de 22 acteurs zeer welkom. Dan beelden uit de tweede helft in principe hetzelfde als de eerste helft. De 22 acteurs vechten voor de winst en geven hierin echt een schitterende voetbalshow af. Het was ook langs de kant erg druk en vooral heel erg gezellig. En op de tribune zat ook iemand die op een gegeven moment het publiek goed vermaakte. We gingen af en toe onder de stoelen van lachen. Trainer Maurice Verbeunt heeft dan een paar verse krachten in het elftal gezet om wat meer kracht bij te zetten. En hier een mogelijkheid voor Groenester om de aansluitingstreffer te scoren, maar die bal gaat rakelings naast. Een hele mooie uitgespeelde kans om de aansluitingstreffer te scoren. En voorlopig blijft het nog steeds 2 tegen 0 in het voordeel van de thuisploeg. Trainer René Eijer van EVV heeft dan geen zorgen aan zijn hoofd tot dit moment. En hier gaat een speler eronder uit. De scheidsrechter reageert niet. Maar de situatie is heel erg zwaar. En deze speler is genoodzaakt om het veld te verlaten. Hij kan niet meer doorspelen. De blessure is zeer ernstig te noemen. Een minder leuk einde voor deze speler. Wij wensen van deze kant snelle beterschap. De mannen uit Heerlen nemen dan het heft in handen en blijven aanval op aanval inzetten om die aansluitingstreffer te scoren en eventueel ook nog een gelijkmaker. Maar alle mogelijkheden TVG is voorlopig, blijft het nog steeds 2 tegen 0. Het voordeel van de thuisploeg die toch collectief niet veel moeite heeft met die aanvallen van Groenester. Het is alleen nog maar Groenester dat op een gegeven moment aanval op aanval inzet. De thuisploeg moet op een gegeven moment in de verdediging. En het is een kwestie van wachten totdat er een doelpunt valt. Maar ook hier een schitterende redding van de doelman van EVV die een aansluitingstreffer voorkomt. En zo blijft de druk op de ketel van EVV groot. En heeft hij op een gegeven moment de zoveelste schitterende redding verricht. Trainer René Eijer zet er een verse kracht in om wat meer steun te geven aan de verdediging bij EVV om die aanvallen van Groenester te trachten af te stoppen. En het applaus voor de speler is terecht. De vraag is hoe lang kan EVV nog stand houden? Krijgt het de aansluitingstreffer om de orde, dan gaat het nog spannend worden hier in Echt. Dan Schifflino eind en die scoort de aansluitingstreffer 1-2. En zo levert dat misschien nog perspectieven voor Groenester om hier misschien nog een puntje uit te halen. Geen tijd om te juichen, maar snel op een gegeven moment de bal op een binnenstip leggen. En de tijd nemen om misschien nog een tweede doelpunt te scoren voor Groenester. Waar de meeste supporters uit Heerlen voor gekomen zijn, zijn doelpunten. En Groenester levert hun hier op een gegeven moment op het presenteerblaadje de aansluitingstreffer 1-2 door eind. En daarmee is de spanning helemaal terug. Het is dan eenrichtingsverkeer op het doel van EVV. En de supporters zeggen al, het is een kwestie van tijd
dat de 2-2 gaat vallen. Die gaat hier ook vallen. Maar de grensrechter heeft een buitenspelsituatie geconstateerd. En daardoor is dit doelpunt afgekeurd. Nogmaals die mooie actie op de 2-2. Maar het is ook duidelijk te zien dat inderdaad de speler hier buitenspel staat. En terecht dat de grensrechter de vlag in de lucht steekt. Dan nog een uitbraak van EVV. Die proberen nog wat tijd binnen te halen. Maar de scheidsrechter weet al dat het wedstrijd afgelopen is. 90 minuten zitten erom. En het publiek dat springt in de lucht. En is blij met de 3-punter. En de spelers krijgen een staande ovatie van het publiek. Dat op een gegeven moment een wervelende voetbalshow heeft gepresenteerd gekregen. En ik kan alleen maar zeggen, houd het programma van EVV en Groene Ster in de gaten. Het zijn twee voetbalmachten die in het amateurvoetbal schitterende prestaties leveren. Mooie voetbalshows weergeven en dat is het geld meer dan waardig. En laten we eerlijk zijn, ook het amateurvoetbal heeft hoge waarde in Nederland. Heel veel toeschouwers gaan op een gegeven moment regelmatig naar met nog betaalbare prijzen van een spectaculaire voetbalwedstrijd genieten. EVV Echt wint met 2-1 en heeft dik verdiend de 3 punten in de wacht gesleept. En Groene Ster, ja, het blijft middenmotor. 3 punten voor op de degradatieplaats of na competitieplaats. En 4 punten voorsprong op de rechtstreekse degradatie. Ze weten dus dat ze flink moeten aanpakken de komende wedstrijden om zich veilig te spelen. Mijn naam is Gio Bouwens, ik groet u vanuit Kerkrade. Bedankt voor het kijken, het gaat je goed. Bye bye, adieu.